Snollebollekers, klappen, non de jeu. Non de jeu. Het is tijd om eventjes te gaan kijken hoe Nijmegen in de carnavalsstemming zit. Gara, jij bent de straat opgegaan, want dat is jouw baan hier bij RNC. Ja. Jij gaat altijd de straat op om geld te vragen, mensen. Nee, grapje. Trappen jou allemaal terug naar het centrum. Naar het centrum, inderdaad. Je bent de straat opgegaan met de vraag, wat doe je met de carnaval? Hoe is dat? Hoe is het je bevallen? Heb je aparte dingen gezien hier in Nijmegen? Nee, maar wel veel mensen gingen het wel vieren. Dus dat was wel fijn dat ze zeiden ja. En dan gingen ze ook vertellen waar ze dat gingen doen. Maar niemand in Nijmegen zowat. Echt niemand. Nee, maar ik wist dat dus ook eigenlijk eerst helemaal niet. In Nijmegen, wat kun je al met carnaval doen? Ik weet niet of jij heel veel carnaval je hebt gevierd, Rick. Nee, volgens mij niet zo heel veel, toch? Ja, luister, ik ben echt niet van de carnaval, joh. Moet jij kunnen zou je niet zeggen. Nee, ja, en wat ik weet is, er is natuurlijk op zondag altijd de grote optocht door de stad. Ja. Daar weet je daar ook alles van. Ja. En op de grote markt staat ook een grote feesttent. Als je nu via tv kijkt, dan zie je hem eens in een paar minuten voorbij komen. Maar meer dan dat weet ik niet. Nee, ik heb tenminste een beetje het programma heb ik doorgekeken. Ik zag dat inderdaad die optocht is dan morgen om 2:00, dacht ik. Ja. Ja. En ja. Ja, ik weet dat en, al meer. En dan inderdaad die tent. Volgens mij beukt dat gewoon de hele dag door. Tenminste, dat heb ik ervan gezien. Ik ga er meestal naar Boksmeer. Ik zag ook in de wat we zo meteen gaan horen dat er heel meer mensen daarin gaan. Volgens mij is het best wel populair oord daar. Oord. Ja, dat is echt een programma echt in een oord daar. Ja, goed. Wil je er verder nog wat over zeggen? Nee, want ik weet eigenlijk ook verder niet wat er te doen is. Ik weet wel dat er altijd iets in de vereniging te doen is. Dat bedoel ik helemaal niet. Oh, wat dan? Laat je nou eens bij. Wat ik dan? Helemaal niet. Je had die wodka echt moeten laten staan. Welke wodka? Ik heb het over je item. Oh, nee. Daar wil ik niks over kwijt. Dat Dat doen we toch gewoon zo? Het is weer carnaval. Veel feestvierders reizen hiervoor bijvoorbeeld af naar Oeteldonk, Kielengat of Lampgat. Hoe zit het eigenlijk met Knotsenburg? Hoe geschikt is Nijmegen voor het vieren van carnaval? Hi, vier jij carnaval? Ja, natuurlijk. Waar? In Boksmeer. Niet in Nijmegen? Nee, niet in Nijmegen. Vier jij carnaval? Ja. Waar? Elst en Huissen. Niet in Nijmegen? Nee. Ga jij carnaval vieren? Ja. Waar? Druten. Waarom niet in Nijmegen? Omdat mijn vriendje daar woont en ik wil liever bij hem zijn. Via carnaval? Ik ben hier niet bekend. Oh. Ja, maar ik vier carnaval wel. Maar waar? In Duitsland. Is dat leuker dan hier, denk je? Ja, ja. Waarom? Het is Mainz. Mainz is die hoogburg. Ja. Vergelijkbaar met Keulen. Ja. Oké, okay, dat is wel heel... Ja. Vieren jullie carnaval? Nee. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Vind je niet leuk? Nee. Dus wat doe je dan met de carnaval? In huis opsluiten? Nou, niet opsluiten, maar... Niet naar de stad toe? Nee, een vriendin van mij is jarig en daar ga ik naartoe. Oké, okay, okay. Ja. Wat ga je doen? Ik ga drinken en dan... Heel veel? Ja, ja, ongezonde hoeveelheden, ja. Ja. Dus dat. En verkleed? Als Harry Potter dit jaar. Oh, leuk. Ja. Wat vind je van de stelling dat Nijmegen geen carnavalstad is? Nou, ik denk dat ze wel een carnavalstad zijn. Want er zijn toch wel mensen die vanuit Brabant natuurlijk naar Nijmegen gaan als hier carnavalsfeestjes zijn natuurlijk. Dus is te ver fietsen. Oh, het is niet omdat je het niet gezellig vindt? Nee, zeker niet. Oké. Okay. Ja, ik vind Nijmegen een hele leuke stad hoor. En vind jij Nijmegen wel een carnavalstad? Nee. Waarom niet? Nou, Nijmegen staat meer onbekend staan van kroegen en echt de stad. En ik heb nooit in Nijmegen een carnavalsparade gezien, dus nee. Maar die is er wel, er is ook een optocht. Mij niet bekend. En heb jij tips voor mensen om de carnaval door te komen? Ja, wel zuipen, maar niet te veel. En genoeg water drinken en veel slaap pakken tussendoor. Niet te veel zuipen? Ja, wel zuipen. Genoeg? Genoeg zuipen, maar niet te veel. Heb jij tips voor mensen om de carnaval door te komen? Nou, niet te veel zuipen, zou ik zeggen. En waarom niet? Nou, dan wordt het een zware week, denk ik. Ja? Ja. Zoek een schone plek om te plassen. Dat is fijn voor de mensen de volgende dag vooral. Ja. Dat. En het fijn dat het vakantie is, dus je kan een beetje goed uitpakken. En veel zuipen. En veel zuipen. Maar veel carnavalsmuziek luisteren. Dat doe ik dan de hele tijd, maar ja. Om je voor te bereiden, zodat je mee kan zingen. Ja, dat ook. Maar ook gewoon om gewoon lekker te genieten. En zuipen.
Nee, dat doe ik niet zo aan. Niet? Nee. Maar is carnaval dan wel leuk zonder zuipen? Ja, want als je te veel alcohol gaat drinken, dan heb ik mijn grens bereikt en dan weet ik gewoon, dat gaat niet goed. Dus een beetje alcohol drinken is oké, maar niet te veel voor mij. Ja, wat ik hieruit haal is dat toch best wel wat mensen inderdaad uit Nijmegen carnaval gaan vieren. De hele video is terug te kijken op ons kanaal, Him voor de Weekend 2020. Dan zie je de mensen ook gewoon lekker in beeld. En jou met een panterprint sjaal. En waar gaan al deze mensen dus niet carnaval vieren? In Nijmegen. Ik woon op de wereld, ben een Europeaan. Ik heb in mijn paspoort Nederland staan. Kijk je nog... So drink from me, drink from me. Let me show you. We're on a symphony, so high. Let me shoot across the Him for the Weekend.